Nou, het college heeft ervoor gekozen om los van de woonzorgvisie die eigenlijk voorgelegd zou worden aan de gemeenteraad, om wel al met de starterslening naar de raad toe te komen. Om de jongeren een kans te bieden op een extra hypotheek, extra mogelijkheid, een lening. Om toch in deze overspannen woningmarkt ervoor te zorgen dat dat misschien net dat extra stapje geeft voor die eerste koopwoning, voor de starters. Want we willen heel graag dat jongeren een positie kunnen krijgen in deze overspannen woningmarkt die het is binnen Meijerijstad. Er stond een maximum van 45.000 euro in de eerste 3 jaar rentevrij. Voor een periode van 15 jaar willen we die lening beschikbaar stellen. Ja, is een zeer goed idee. De Rabobank zet zich in voor een financieel gezond leven. En een startlening helpt daar ook bij. Je kan net dat extra stapje maken dat je toch wel de droomwoningen kan kopen. We werken ook al jarenlang samen met de gemeente Nederland, met het SVN. En onze ervaring is zeer positief. Hè. We ervaren een soepel aanvraagproces en ook een snelle reactie vanuit het SVN. Daarnaast is de aanvraag ook altijd met nationale hypotheekgarantie. Dus dat biedt ook weer een extra voordeel voor de starter. Want daar krijg je een lage rente en het biedt meer zekerheid. Daarnaast is het ook super fijn, want je kan ook bij je aanvraag van de startlening gebruik maken van een verduurzamingsbudget. En dat is goed voor de waarde van het huis, goed voor het milieu en natuurlijk ook goed voor je portemonnee. Nou, we waren eigenlijk niet zo enthousiast, omdat we onderzoek hadden gedaan en het werd ons duidelijk dat huizen daardoor duurder werden. En de rente op de startverlening was hoger dan de hypotheekrente. Dus nou ja, waarom zou je het eigenlijk willen? Maar door technische vragen die we gesteld hebben en antwoorden erop, zijn we overstag. En het gaat waarschijnlijk maar voor 50 mensen op. Dus het is een druppel op de groeiende plaat. Maar ja, beter een druppel dan geen, zeggen we dan maar. Hè? Dus we gaan voorstemmen. Wij zijn er heel erg blij mee. We zeggen het al meerdere jaren. We hebben het ook in het coalitieakkoord laten opnemen. We hebben er ook meerdere malen naar doorgevraagd en druk opgezet bij de wethouder. Om er weer echt schot in te krijgen. Dus we zijn er heel blij mee. Maar vooral ook voor die starters op de woningmarkt die het al heel moeilijk hebben. En we willen toch de jongeren ook behouden in de gemeente. Dus vooral voor hun is het echt een aanwinst en zijn we er heel blij mee als fractie. Dan gaan we over tot de stemming over het voorstel. Dank u wel, dames en heren. Daarmee is dit voorstel aangenomen.